En dan zijn alle onze ogen gericht op Sanne Wevers. Sanne Wevers, die hier een bijzondere oefening gaat turnen, omdat zij een expert is in lengteasrotaties. Maar lengteasrotaties zijn ook risicovol. Ze begint met een eenvoudige opsprong. Gewoon het oplopen tot de punt. Maar dan komt het al gelijk. De eerste pirouette. De Wevers pirouette. Even een wankeling. Genoemd naar haar, want zij deed dat voor het eerst op de wereldkampioenschappen 2010 in Rotterdam. En dan vrije ratslag. Niet helemaal in balans. Tweede vrije ratslag, ook niet helemaal in balans. Ja, en dan missen de combinatiebonus. Vrije overslag komt er nu. Ook hier niet. Nee hoor, Wevers zit niet goed in balans. Dat is nu wel duidelijk. Kan ze zich daar overheen zetten? 1, 2, 3. Ja, dat is wel weer opmerkelijk. En daar krijgt ze terecht applaus voor. De drievoudige pirouette op de Eversbalk. Wie laat dat zien? Ja, Wevers. Alleen wel met een balansverstoring. Hier nog een keer een pirouette. Ja, nu gaat het toch een keer fout. Heel jammer. Ze struikelt op haar specialiteit. En krijgt toch weer een aanmoedigingsapplaus van het publiek. Want ze weten, al die kennis op de tribune, hoe moeilijk het is om die pirouettes uit te voeren. Kijk, en dan komt nog een keer een dubbele gehurkt. En ze kan linksom en rechtsom roteren. Dat is ook al heel bijzonder. Nou. Spagaatsprongetje. Hele draaisprong. Ook weer een spagaatsprong. Maar de beenspreiding is nu onvoldoende. Na zoveel balansverstoringen is het ook moeilijk om goed te turnen. Want je hebt natuurlijk geen enkel moment je ritme te pakken. En zo'n balkoefening, die is zo afhankelijk van het goede ritme. Althans, de uitvoering ervan. Nou, het schijnt dat ze er nu enigszins los van komt. Van alles wat er gebeurd is. Dan heeft ze nog een flikvlak met een hele draai. Eerst, nee, komt de afsprong. Ja, een salto gestrekt. Jammer, het is niet gelukt, Sanne Wevers, om juist op haar specialiteit hier uit te blinken. Het was ook gelijk haar valkuil, al die pirouettes. Teleurstelling bij Sanne Wevers en haar coach, tevens haar vader Vincent. Maar opmerkelijk blijft natuurlijk deze drievoudige pirouette, want dat zullen we verder niet meer zien. En ze kan het heel goed, dat liet ze ook in de kwalificatiewedstrijd zien, want anders plaats je je niet voor de finale, voor een EK-finale. Sanne Wevers, wat blijft er over van haar score? In deze finale. Het is de eerste keer dat ze in de EK-finale balk staat. Vorig jaar was ze derde reserve. Dan ben je eigenlijk elfde. En er blijft over 11.900. En ook de moeilijkheidsgraad is behoorlijk naar gezakt, naar 5.3.